Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Let's Go Eevee. Oh, had ik maar geoefend van tevoren. Soul Link. Zo moeilijk is het helemaal niet. Had je inderdaad maar geoefend. Dan hadden we misschien een stuk minder devs gehad ondertussen. Oh, wat grappig ben je. We doen even een team recap, omdat het team natuurlijk de vorige aflevering helemaal dood is gegaan. Ik heb een Graveler van level 27, een Psyduck van... laten we de pers opnoemen. Ik heb een Graveler van 27, gepaard met... Ik heb een lijst voor je gemaakt, dus in principe zou je het nu moeten weten. Ja, maar ik wil jou betrekken in dit... Ja, is goed met je. Hij is gekoppeld met Mango de Golbat. Oké, ik heb Quacken de Psyduck. Die gekoppeld is aan Dragonfruit de Arbok. Oh, true, ja. Ik heb Flubberworm de Butterfree. Die gekoppeld is aan mijn Apple de Pikachu. Ik heb Kol de Bulbasaur. Die gekoppeld is aan mijn Cherry de Arcanine. Daar is even een bepaald verhaal achter. Het zijn static encounters in Vermilion City. En we zaten zo van, oké, wat doen we? Pakken we de Squirtle of pakken we de Bulbasaur in Cerulean? Nou, beter gekozen. Zeiden ze, oké, jij neemt de Ivysaur. En voor team redenen kan je ook een Arcanine krijgen in Vermilion City als je 5 Meowth vangt. Dus dachten we, hey, dit is prima voor ons team. Ik pak de Arcanine en Milan pakt dan de Ivysaur. Yes. En we hebben ook nog een andere leuk teamlid. Ik heb namelijk Meowth in mijn team. Met niet de Venonat die het eigenlijk was, maar met een verrassing. Oké, dus je weet de pers wel. Ja, tuurlijk weet ik de pers wel. Alleen ik wou jou mee betrekken in het verhaal. Ja, helemaal goed. Tijdens het grinden kwam ik 2 shinies tegen om nog recht te maken. En we hebben gekozen dat we het, als we shinies zouden tegenkomen, dat we ze in kunnen zetten als jokers. Dus in kunnen wisselen, zodat een pair echt gebruikt kan worden. Alleen dan is de shiny, kan er ieder pair, ieder type zijn. Maar dan moeten andere wel kloppen. We hadden geen normal in ons team, dus de Venonat is nu vervangen door een shiny Nidoran female. Dat is wel echt nice. Genaamd Passionfruit. Ja, je moet wat. Ja. En als laatste, want ik had over 2 shinies. Ik kwam ook nog een shiny Pidgey tegen. Dus die is voor later. Voor als we nog een pair moeten creëren, dan kunnen we daar wat mee. Maar die Nidoran is zeker vet. Mm-hmm. Dus ik ga maar even de route ondertussen doen. Want op zich, die route moet nog een counter vangen. Maar ja, jij bent als eerste aan de beurt, dus ik kan momenteel nog even niks. Nee. Dus doe eens even search. Search? Ja, jij moet hem nog doen. Zo bedoel je met... Ik zit echt te denken van wat moet ik zoeken? Maar je bedoelde natuurlijk Lieutenant Search, sorry. Ik ben er lekker bij vandaag. Ja, ik merk het. Ik kom ook straight uit mijn werk, hè. Even kijken. Let's go. Ik moet nog even door de Underground Tunnel, want ik was nog even op mijn trainingsplaats. Want ik ging kijken of ik misschien een Shiny Venonat kon krijgen. Maar nee, helaas, alle Shiny Luck ging naar mij toe vandaag. Echt, hè? What the fuck? Maar ja, op zich is dat ook leuk. Jammer dat het niet tijdens een aflevering was. Nee, maar dat zou je... Om dat te triggeren is heel veel werk. Want dan zou je bij wijze van spreken voorbereidingswerk moeten gaan doen. Ja, dan moet je gewoon geluk hebben. Je moet gewoon geluk hebben. Een Charmander. En laten we heel eerlijk zijn, dat lukt nooit. Nee. Want dan zou je bij wijze van spreken al een 50 of 60 catch combo moeten hebben op dit punt. Voordat de recording begint. Dan kan je zeggen van ja, shiny. Ja. Ah, het is 31 is de max, hè. Dus je hoeft maar een combo van 31 te hebben. Ja, vooralsnog. Nou ja, ik had het kunnen doen met Venonat. Het is dat ik toevallig de game had afgesloten voor iets. Maar ik had hem ook gewoon aan kunnen laten staan. En dan had het wel gekund. Maar... Mm-hmm. Zo. Oké. Nou, Lieutenant Search. Ik kom eraan. Ik zal nog heel even healen van tevoren. Want ik moest net nog even tegen een trainer die ik nog niet had gevochten.
Ja, nog iets speciaals op deze route. Omdat we technisch gezien de Nidoran al hebben, is volgens mij de route waar ik niet op zit, is allemaal dupes nu. Oh, oef. Ja. Welke route ben je nu beland eigenlijk? Rechts van Cerulean. Oh ja. Tuurlijk, ja. Ja, er was voor mij voor de rest niet zo heel veel te doen. Ik dacht van, weet je wat, fuck it. Kan je helemaal rechts in die route niet Krabbies vangen? Of is dat dan weer een andere route? Dat is... Moment. Volgens mij niet. Ik snap waar je naartoe wil. Maar volgens mij is dat alleen maar in een bepaalde game. Ik weet zeker dat je Krabbies helemaal rechts kan vangen. Want daar heb ik mijn Shiny Krabby ook gevangen in deze game. Alleen weet ik niet of dat dezelfde route is. En Chansey kan je daar ook vangen. Ja, maar Chansey kan je overal vangen. Ja, dat is waar. Route 9. Ik weet niet of dat al bij die route daarnaast hoort namelijk. Nee, het is de hele stuk. Daar kan je geen... dat is waarschijnlijk net een Krabby die misschien een stuk verderop naar boven ging. Maar wat ik hier lees... Nee, is het Rattata, Spearow, Nidoran. Oké. En dat is het. Want waarschijnlijk denk jij aan route 10 en daar kan het volgens mij wel... Ja, dan is het inderdaad de volgende route. Ja, en daar in het gras kan je Krabby krijgen, ja. Ja. Maar dat is route 10. Dus ja, maar daar komen we niet, want we hebben nog geen surf. Ah, oké, het valt mee. Ik dacht, wat gebeurt er? Maar het was... ik dacht, hij doet dubbel kick, maar het valt hartstikke mee. De schade. Ja, als je niet kan halen met wat je nu hebt, dan hebben we echt een probleem. Ik one-hit KO alles, dus... Ja, kom op, je hebt een Graveler. Dus het kan bijna niet anders dat jij hier makkelijk doorheen komt. Zo. Maar omdat jij net terug bent van werk, heb je waarschijnlijk niet gezien wat de laatste Smash character is, of wel? Jawel, dat had ik toen ik aan het wachten was op het eten al even gekeken. Maar ja, ik geef er niet zoveel om, dus... Ook niet om het feit dat die games nu op de Switch had komen? Nee. Ik heb niks met Kingdom Hearts, dus... Nando oorspronkelijk ook niet, maar Nando speelt de game nu ook. Heeft bijna alle games nu geplatinumd, dus... Ja, ik heb gewoon niks met Disney, zeg maar. Dus ja, dan... Disney. Ja. Ja, het enige jammer vind ik aan wat ze hebben gedaan met die games... Het is allemaal cloud gaming. En daar bedoel je mee? Op de Switch kan je op bepaalde manieren spelen. Je hebt een cartridge. Ja. Je kan het digital doen en dan komt het op je interne geheugen. En je hebt cloud. En cloud betekent dat je dat het alleen maar vanuit... Staat. Alleen maar online staat en het alleen maar online kan spelen. Dus je hebt een internetconnectie nodig, want de game wordt dan gestreamd. Lame. Ja, voor Kingdom Hearts 3 kan ik het begrijpen. En waarom? Omdat het een grote game is? Of? Omdat een aardig performance heavy game is, ja. Oké. Okay. Dan zou ik kunnen zeggen, Ik heb trouwens alles gewonnen met KO, dan weet je dat. Dan, ik ben mooi, klaar met het. Dan kan je langzaam zeker ook deze kant op. Yes. Maar ja, daarom is het cloud. Toegeef, ik zou nog steeds hebben gezegd van oké, doe de eerste twee games doen dan wel even op een physical release. Maar nee, het is allemaal cloud. En ik ben heel eerlijk, ik ben er geen fan van. Nee. Want ik zit nog steeds in de Switches en handheld on the go. Nou, soms doe je dat thuis, maar... Soms wil je weg of wat dan ook en is de verbinding kut. Of wat dan ook. En ja, dan kan je niet on the go spelen. Nee, nu moet ik heel eerlijk zijn, zal ik nooit... speel ik zelf nooit on the go, omdat ik daar gewoon de performance van de Switch te slecht voor vind. Dan speel ik nog liever op DS, zeg maar.
Maar dat is meer omdat de batterijduur, vind ik, heel laag is. En dat die veel lawaai maakt. Maar ik heb wel vanaf, als het goed is, vanaf vrijdag het OLED-model. Dus misschien dat dat anders is. Ja. En even teruggaan op de discussie die we net hadden. Net boven het Pokémon Center is Route 10. Oké. Dus net daarboven. Dus dat is een andere route. Dat is een andere route. Ja, oké. Dus daar kan je misschien, kunnen we nog iets, misschien iets anders vangen. Ja. Ja, in sommige game, in sommige versies is dat gewoon route 9 en in sommige versies is dat route 10. Oké, ja, ik weet heel ik logisch. Het niet zo goed. Nou ja, zo zie je, maar ik kan ook altijd nog een keer naast zitten. Mm-hmm. Nou, onze grote vriend Paddy is momenteel Red and Blue aan het streamen. Red and Blue, oké. Wat ja. is hij in Red and Blue aan het doen? Ik heb geen idee. Is hij Radical Red aan het doen misschien? Zou kunnen. Oké. Maar wow. Wat doen we met die encounter dan op route 9? Gewoon niks? Ik zou zeggen gewoon vangen. Ook al is het dupes. En dan is het gewoon kijken van oké, wat heb je liefst? Alleen, ja, de regel blijft nog steeds Soling. Dus als jij voor een Nidoran gaat, maakt niet uit of het een male of female is. Dan moet ik voor iets anders gaan. Hetzij een Rattata of een Spiro. Ja, precies. En op route 10 is het een beetje hetzelfde. Alleen dan is het meer de vraag van... ga ik een Krabby zoeken? Ja, precies. En wat moet ik dan, zeg maar? Ja. Ja. Ik denk dat het sowieso slim is dat één van ons een Krabby pakt. Ja, maar even, want waar ben jij momenteel nu? Ik ben nu bij de eerste trainer op de route. Heb jij Flash gehaald? Nee. Flash is dat in deze game wel een techniek voor Eevee? Secret techniek. Je hebt niet de rifle gezien? Ja, nee. Ik heb wel Misty gezien. Maar die bracht hij naar de Diglett's Tunnel en die zei van, weet je wat, je kan de pleuris krijgen, Misty. Ja, eigenlijk is dat wel gebeurd, ja. Aha. Dus je moet wel in de Diglett's Tunnel? Je moet door de Diglett's Tunnel heen. Ik dacht, ik ga gewoon via de normale weg, of de normale, de weg hoe ik ben gekomen, zeg maar, ga ik gewoon weer terug. Mhm. Oké, voor route 10 heb ik al de Krabby. Want daar ben ik toch als eerste, dus. Oké. Want route 9 is jouw eerste en route 10 ben ik wel als eerste, dus. Ja. Ja, dat is op zich een goeie. Heb ik die naam al gebruikt of nog niet? Dat is de vraag. Dat weet ik niet. Noem eens wat. Misschien weet ik nog of je hem hebt gebruikt. Grapefruit. Nee, volgens mij niet. Gaan we even kijken. Alleen grapefruit kan waarschijnlijk niet omdat reep erin staat. Oh ja, dat was... Dat was met grapes ook. Daarom had je een druif genoemd. Ja, kan even kijken. Change name. Op zich, kijk, als het niet kan, dan vind ik wel een andere, maar... Contains a word you cannot use. For fuck's sake, Nintendo. Als ik gewoon een fucking goede stemming kan doen, kun jij het ook. Ja. Ja, oké, klaar. Ik weet een betere naam. Ja, strawberry. Strawberry. Voor mij heb ik die al. Pineapple. 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 Maar ja, het is nog geen pair, dus remove from party. Nou, ik loop nu naar de Diglett's Cave, want ik moet Flash hebben voor die ene kutgrot. Ja. Weet je wat, zeg maar, wat wil jij gaan vangen op route 9? Ja, ik vind allemaal niks, maar een van de Nidorans, denk ik. Ja, dus ik moet sowieso een Spiro of een...
Laat mij maar Nidoran female pakken, omdat ik de male al heb laten doodgaan. Ja, oké. Okay, dan ga ik even op zoek naar... Fuck it, ik vang weer een Rattata. Oh, er loopt nu een Rattata tegen mij aan. Wat een vuile bitch. Maar dat is op een andere route, hoor. Maar nog steeds niet uit. Ik kan nog steeds niet winnen aan het gooien. Ik weet niet waarom het in Let's Go wel goed ging. Waarschijnlijk, toen ik met Harm deed, stond ik ook anders opgezet. Nu sta ik ook gewoon kijk naar mijn beeld en niet meer naar de tv. Ja, precies. Is dat klaar? Ben ik tenminste op route 9 en route 10 ben ik voor nu even klaar. Oké. Okay. Ja, ik ben blij dat ik gewoon snel nog door Search heen ben gegaan. Mm. Alleen is het jammer dat ik niet meteen door de Diglett Tunnel ben gegaan. Dat is nou een beetje jammer. Nu is de vraag, past dit? Want ik heb druif, hè? Ja. Dus nu heb ik... Pasendruif. Serieus. Ja. Heb ik paarse druif en dan pas ik die andere druif na witte druif. Ja, ik moet toch wachten op jou, dus ik moet iets te doen hebben. Ja, precies. Geheime tunnel. Witte druif en de tunnel, ja, en de rock tunnel kan ik momenteel niet in, want daar is jouw eerste encounter weer. Ik ben door de Diglett Tunnel gegaan. En dan heb je hier ook Assistant. Ja. Ik vind het zo mooi. Als je niet wordt gehandeld in deze game, dan raak je nog verdwaald ook. Nee. Het ergste is nog dat je nu weer die Diglett Tunnel door moet. En dan vanuit Vermilion weer omhoog. Dat is de snelste weg, denk ik. Nee, de rifle gaat je zometeen gewoon een shortcut geven. Oh, heel fijn. Nou, nu heeft Team Rocket fight met Lorelei. Ik snap niet. Ze hadden voor mij gerust wat meer van deze scènes erin kunnen stoppen. Hmm. Dat je gewoon wat tussendoor wat Team Rocket had gedaan. Precies. Dus de ene keer Lorelei, andere keer Bruno, andere keer Agatha en andere keer Lance. Dan doe je ook nog iets met de Elite 4. Anders zit ze ook maar in die zaal van, ja, de vorige challenge was 3 maanden geleden. Wanneer mogen we deze zaal verlaten? Echt, hè? Een Raticate. Mango. Zo. Maar begin je langzaam zeker hyped te worden voor de remix? Jawel, jawel. Ik ben meer hyped voor Mario Party als ik heel eerlijk ben. Maar... Ik heb er zeker zin in om te spelen en ik ben vrij, dus dat is wel mooi. Als het goed is op vakantie dan, dus... Nice. Dat is zeker nice. Ik heb een super potion, dat is ook nice. Wat minder nice is dat ik tegen een hiker moet vechten. Hike. Hiker Jeremy. Met een Onyx. Ruilen? Want wij hebben nog geen rocktype in ons team. Nee. Nou ja, wij hebben zo meteen aardig wat... Voor mij hebben we aardig wat opties in een rocktunnel. Even denken. Onyx, Rhyhorn, Rhydon, Geodude. Oh, ja, Geodude hebben we al. Hè? Ja, fair. Onyx is dood. Vuile Onyx boy. Dan doe ik heel even switchen. Ik ga even kijken wat we in de Rock Tunnel kunnen vangen. Want die Meowf is nog steeds een normal. Is nog steeds een Kantonian Meowf. Ja. Ik weet ook niet zo goed wanneer je dat kan wisselen. Switchen, zeg maar. In Vermilion kan je dat wisselen. Oh.
had ik dat niet beter... Ja, trouwens, hij is wel hoog level. Dus ik weet niet of ik dat misschien had moeten doen. Mm. Maar als we nog iets extra's in ons team willen, is dat misschien wel een idee. Yep, Rock Tunnel. Pokémon. Laten we even kijken, wat hebben we hier allemaal? Oeh, Sandshrew. Oké, okay, denk ik daar ook. Ah nee, die zit in de andere game, Sandshrew. Volgens mij. Oké, okay, ik zie al een pair wat misschien kan. Machop. Cubone. Machop, Cubone. Cubone, Rhyhorn, Kangaskhan. En Respawn is Charmander. Ja, is Kangaskhan, is toch, Kangaskhan is normal, dus ja, die kan eigenlijk maar gewoon, niet. Gewoon qua ja. Pairs die mogelijk zijn. Ja. Want je hebt nog steeds niet een Nidoran gevonden? Nee, ik ben bijna bij het grasje, maar ik kom elke keer nog trainers tegen hier. Dus. Ja, leuke route, hè? Mm. Nou, nee. Nou, eigenlijk wel. Tik, tik, tik. Trio, trio, trio. Trio, trio. Trio. Trio, trio. Trio. Ja. Dus dik duo. Oké. Okay. Dat mag ook, mag ook. Liever niet, maar... Trio, trio klinkt toch beter. Hoezo mis ik dan weer twee keer? Ik word zo moe van deze game. Goeie vraag, ik heb geen idee. Here we go. Wing attack. En laatste wing attack en dan is deze ook weer klaar. Mooi. Beam. Oké, Sandshrew is kijkapot. Oh, dan kan ik zo meteen even de teams weer invullen. Zo. Dat is goed. Neem een paar pokeballs. Een paar greatballs. Dat deed fucking veel damage. Kijk, als je search niet hebt gehaald, betekent niet dat je weer mons mag verliezen, hè? Nee, maar dit slaat echt nergens op. 155. Ik vind altijd zo'n onzin dat dan opeens weer een Pokémon met een aanval die fucking veel damage doet. Ja. Maar dat is Pokémon voor je. Een Poliwhirl. Kijk, ik oh. Ja, kijk, ik oh, ja? Ik oh wat? Ja, rustig. Ik oh zus. Ik moet tegen een Raticate en die doet Superfang. En ja. Die Superfang doet op mijn beste Pokémon, zeg maar, al meer dan de helft damage. Oh, nu doet hij Quick Attack. Dat kan niet kloppen, want Superfang doet altijd maar de helft damage. Dus het kan zijn dat de HP van die mon net verkeerd uitkomt dat het meer dan de helft doet. Ja. Oh, dus hij doet de tweede keer weer de helft van wat hij nog heeft? Ja. Ik dacht al, hoezo kan hij zoveel damage doen? Dat is Superfang voor je. En je mag op zich blij zijn dat het Superfang is en niet Hyperfang. Want dan doet hij 3/4 of zo? Nee, dat kan critten en dat kan over het algemeen gewoon direct een one-shot zijn. Oké. Okay. Dan viel hij uiteindelijk wel mee. Ja. Balletje. Nog een super potion, daar houden we van. Oké. Okay. Headbutt. En klaar. Dat is een Sparrow.
hè, dat is mooi. Ja, alleen maar mooi crunch, man. Vind ik niet erg. Oeh. Dat is een... Ik ga voor de Nidorino, mag dat, hè? Ja, hij is goed. Aan het eind van de rit nog steeds Toops en Species, dus... Mm-hmm. Maar hij maakt niet heel veel uit. Als hij maar wel in de Pokéball gaat zitten, dat nou, zou dan kan ik, ja, dan kan ik het sowieso opschrijven als je hem vangt. Oeh, hij ontsnapte. Eén, twee... Wat een bullshit. Werkt hij niet mee? Nee, maar hij is nu excellent. Kom op. Wauw, Nidoran. We gaan niet zo bullshit doen, jongen, Kees. 1, 2, 3. Weer niet? Wat een onzin. Ah, oh, hij is geliefd. Oké, okay, wow. Dus de andere Nidoran, andere Rattata moet weg, duidelijk. Ja. Dan loop ik nu volgens mij... Oh, dus staat hij natuurlijk weer te trainen. Natuurlijk. Oh, die heb ik ontweken. Yeah. Ja, okay. Ik ben heel even goed te team. Route 10. Lots of lots. Wie kan ik hier vangen? Beetje hetzelfde als op route 9. Dus Rattata, oh, Spiro. Dan ga ik voor de female Nidoran. Want jij hebt de Krabby, hè? Ik heb de Krabby op die route, ja. Wow, wat hebben de Pokémons vandaag tegen mij? Wat is dit? Ze mogen je vandaag niet. Nee, ze willen allemaal niet zitten in de Pokéball. Oké, hij zit. Ik heb er niet aan. Niet wel geen male? Nee, female. Female, oké. Dus dat is route 10. Krabby. En Nidoran. Female. Dan zal ik heel even hem een naam geven. Of haar een naam geven. Ja. Misschien wel handig. Change name. Oh, yo. Ik heb dikke Joy-Con drift. Ja, ik ben ook niet met andere controle bezig. Want één heeft een hele erge Joy-Con drift. Alleen in deze game. In een andere game heeft hij er geen last van, alleen echt in deze game. Heftig. Heel raar. Oké, nou, dan zal ik hem meteen uit mijn team halen. Zo. Oké, let's. Ja, er ligt nog een Pokéball, die gaan we pakken. Nog een Super Potion. Ze strooien met Super Potions hier. Mm-hmm. Oh, er staat Team Rocket Rocket. Ja, en ik denk dat het laatste is wat jij gaat doen vandaag. Ah, dat is wat? Met z'n 4-1, wat een onzin. Nou, zometeen z'n 3-3 Lorelei, dus. Ah, oké. Daar heb je Lorelei. Op een Lapras. Oh yeah. Is die Lapras niet veel te dik voor dat stukje? Ja, die moet zichzelf naar voren duwen, denk ik. Ja, ja, precies. Dat had ik wel in mijn hoofd, ja. Ik word een beetje een monopoison, maar het komt alleen omdat ik het een beetje nog kan matchen nu. Mm-hmm. Oké, dus de... Open Pokémon Box, de... Paarse Drive moet gereleased worden, oké. Okay. Jee, Fave Rattata's gestuurd. Ik weet niet wat je ermee doet ook, maar ga er gerust mee door. Nee. Even kijken of er nog iets was in het Pokémon Center, maar... Ga ik eerlijk gezegd niks vanuit. Nee. Pa-pa-para. Para-para. Psyduck. Hij spamt maar met die superfang, hè, die bitch. Mm-hmm.
Oké, de Raticate is dood. Nou, dat was de enige Pokémon, denk ik. Dan gaan we de volgende aflevering de Rock Tunnel in. Yay! Yay, zin in. Nou, in ieder geval Pokémonnetjes vangen, dus dat is altijd leuk. Oké, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet het kanaal van Jordi te checken. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.